Dag. Graag gedaan, mevrouw Brouwer. Dat vind ik al. Ik hoopte al u dat. Geen Annie. Nee, geen Annie. Nee, het is ook geen familie. Maar met Brouwers kun je de gracht dempen, dat weet u wel. Ik schenk even ook een glaasje voor mezelf in. Meneer Van Zanen, zoals ik al zei, ik ben erg blij dat u er bent. Ik wil het graag toch even eerst met de actualiteit beginnen. Namelijk de uitspraak van Geert Wilders en ook vooral wat hij ontlokte aan de zaal op de verkiezingsavond. Dat laatste met name is vreselijk, ja. Ja. Nu zag ik gisteren wethouder Isabella met een t-shirt. Wij zijn allemaal Marokkanen. Heeft u die misschien onder uw pak aan? Nou, los van het feit dat Isabel en ik een andere maat hebben, zag ik hem inderdaad met Hans Spekman samen. Ik ben Marokkaan. Ik vond dat eigenlijk een hele leuke actie. Want het getuigt van de trots. Ik heb op het eerste moment dat ik in het openbaar iets kon zeggen, er meteen iets over gezegd. Dat doe ik dan wel op een manier die, vind ik, past. De gemeenteraad is gekozen. Er was afgesproken, de gekozen lijn, dat bleken de 10 te zijn, komen meteen vrijdag bijeen. Ik heb donderdag meteen ook al driehoek gehad, ook over dit thema. Hè, van wij hebben, en daar zijn we hartstikke trots op, althans dat geldt voor mij en ik weet zeker ook voor u, een hele grote Marokkaanse gemeenschap en die verdienen onze steun. Als er wat niet deugt aan Nederlanders, Turken, Utrecht, Oosterlingen, mensen uit de Rivierenwijk, dat moeten we aanpakken. Maar voor de rest niks aan de hand. We hebben een grote Marokkaanse gemeenschap, die horen hier en die zijn hier thuis en die doen hun best. En op donderdagochtend was ik in het kader van de dag van de leerplicht op de Gerrit Rietveldschool. Ja, daar heb ik gewoon met 15 leerlingen gesproken, waar ook nou, misschien wel 6 kinderen van Marokkaanse afkomst, gewoon echt Utrechters. Nou, daar ben ik dan hartstikke trots op. Maar op die vrijdag hadden we de gekozen lijsttrekkers rond het middaguur in de raadzaal. Het eerste, wat we noemden het duidingsdebat. Verkiezingsuitslag, hoe nu verder, formatie van een college. En daar heb ik bij de opening natuurlijk iets over de verkiezing gezegd. En dat de meerderheid, wie het ook zal worden, de minderheid moet respecteren. Dat heb ik ook duidelijk gezegd van dit was een nette campagne, respectvolle campagne. Wij hebben hier niemand, geen groepen mensen weggezet. Wij leven hier samen. En dat leidde tot een grote steun bij de raad om maar meteen ook als burgemeester van deze grote stad te zeggen, zeg, wat is dit voor een onzin? Ja. Kijk, en die uitspraken, vreselijk. Ik ken hem goed. Ik heb met hem in de fractie gezeten, 100.000 jaar geleden. Maar waar ik met name enorm, laat ik het maar gewoon zeggen, de balen van heb. En wat ik echt beangstigend bijna vind, is dan zo'n zaal opzwepen. En dan kun je wel later zeggen van, ja, ik had het zo bedoeld en zus bedoeld. Je weet precies wat er gebeurt. En als iemand dat weet en snapt, is het Geert Wilders. Want wat dat betreft is het echt een professional. Had u ook gelijk door op het moment dat dat gebeurde, wat het effect ervan zou zijn? Ja, kijk, op het moment zelf natuurlijk niet. Want toen zat ik te zweten om 138.000 stemmen te tellen. Met de toelichte stemmen. Dus ja, dat heb ik maar gedaan. Ja, ik maar heb zodra gewoon u gewerkt, het zag? Zodra u het zag, dacht ik van, ja jongen, nu ben je echt te ver gegaan. En je moet je realiseren dat dit echt niet kan. En dat het effect en de beelden, dat die gewoon, daarmee ga je grens over. Dat moet je niet eens, dat moet je niet willen. En je ziet ook, en ik hoop dat dat vertrouwen, je ziet aan de reacties in het land, maar ook in de stad gelukkig. Maar ook nu uit zijn eigen clubpie. En niet alleen in het Haagse coterietje, maar in Friesland. Ja, ook in de Utrechtse provincie. Ja, nou, dat zijn toch niet de eerste, de beste van de PVV te zeggen, ja Geert, dit is even te dol. Maar nou, had u ook die reactie verwacht? Want hij heeft natuurlijk wel eerder extreme dingen gezegd. Had u verwacht dat het zo'n vliegwiel-effect zou krijgen? Nou ja, kijk, lees een aantal columnisten ook weer dit weekend en vrijdag. Er zijn ook Frits Abrahams, Handelsblad, volgens mij vrijdag. Die zei, nou ja, er waren wel eerder afschuwelijke uitspraken. Ik snap niet waarom nou iedereen hier zo op dat was misschien de aanblik van het publiek. Het aanblik van het publiek, dat scanderen, dat uitlokken, ja, dat doet denken aan dingen die we allemaal niet willen. En waarvan ik me maar afvraag of hij zich dat heeft gerealiseerd. Tenzij, ja, het is wel een strateeg, tenzij hij denkt, ja, het is ik had eigenlijk niks te verdienen met die gemeentesverkiezingen. Ik heb meer te verdienen op 22 mei. Ik moet weer even de aandacht aan me trekken. En klaar. U zei zelf al dat Utrecht een hele grote Marokkaanse gemeenschap heeft. Het samenwerkingsverband Marokkaan in Nederland zit hier. Zeker. Heeft u ook met die vertegenwoordiging contact gehad? Nee, daar is wel al contact gelegd. Ik word voortdurend op de hoogte gehouden via de kanalen die wij daarvoor hebben. Van, gaat het goed? Zijn er gekke dingen? Ik ben beschikbaar. Ik heb ook van de week een paar afspraken. Maar ik wil het ook niet groter maken dan het is. Want wij zijn volwassen mensen.
En de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht is hier gewoon sterk, verstandig. En ik hoop ook zodanig verstandig dat... Want alles wat er weer gebeurt is koren op de molen. En nou, dat is waar, maar u zegt wel, ik wil het niet groter maken dan het is. Ik bedoel, je leest nu niks anders meer. Is dat niet ook gewoon wel een sympathiek gebaar om dat wel te doen? Nee, maar dat heb ik gedaan door bij mijn eerste publieke optreden dat te doen. En overigens, ik werk in die eerste twee maanden ook... Niet zal maar zeggen, op agenda van nou moet ik de groep 40 tot 45 hebben. Ik werk gewoon de agenda af als er dingen zijn en soms verdrietige. En daar zitten dus heel veel Marokkanen bij. En daarmee kan ik bewijzen en aantonen dat het heel vanzelfsprekend is. Dat er ouderen, jongeren, middelbare Marokkanen hier leven. En dat is maar goed ook. En ik voel me er verrijkt door. En ik ben ook hun burgemeester en met de grootst mogelijke trots. Oké. Dan gaan we door, wat u zei al, de agenda. Bijna 100 dagen zitten erop, officieel begin april. Zit u nog op kamers in Rivierenwijk?